31 maart 2015. Een voorjaarsstorm trekt over Nederland. Op de Flussen in Friesland ontstaan hoge golven die op de boezemkade klappen. Overslag is het gevolg. Het talud en de binnenteen verweken volledig. En de grasbekleding is al slecht door de muizenplaag die Friesland teistert. Inspecteur Gerrit Riepkema inspecteert de kade en verwijt het drijfval dat hij tegenkomt. In deze omstandigheden wordt het lastig om te werken met een tablet of een formulier. Staande blijven is al een probleem in dit soort omstandigheden. Overleggen met elkaar kost veel moeite. En als je een melding zou moeten doorgeven aan kantoor, wordt dat een hele grote uitdaging. Op de buitenkruin groeit berenklauw. Erosie is het gevolg. Door de muizengangen stroomt het water naar beneden. Maar zolang er een goede kleilaag is, hoeft dit geen problemen te geven. Ah, shit.